Een gratis weggever maken. Zoveel ondernemers doen het al. En misschien denk je wel, ja, weet je, er zijn al zoveel gratis weggevers te vinden. Het werkt niet meer, waarom zou ik één maken? Maar nee, je moet er toch echt wel eentje gaan maken. Het liefst zo snel mogelijk, vandaag nog. Waarom je dat moet doen en wat een gratis weggever precies is, vertel ik in deze aflevering. Hi, ik ben Sanne en ik help vrouwelijke ondernemers hun bedrijf online supersterk neer te zetten, zodat je veel makkelijker klanten aan kunt gaan trekken. En vind je mijn content nou top? Heb je er wat aan en wil je meer? Ik heb speciaal een gratis training gemaakt waarin ik je stap voor stap meeneem hoe je dus die klanten online makkelijker en vooral leuker kunt aantrekken in plaats van achter ze aan te moeten rennen. Check de link voor deze gratis training in de beschrijving van deze aflevering. Een gratis weggever, wat is het nou precies? Laten we daar eventjes beginnen. Het kan van alles zijn. Het kan een e-book zijn, een gratis training, een podcast, een challenge, een webinar, een masterclass. Alles wat maar gratis is, kan een weggever zijn. En nou ja, het heet een weggever, want hè, je geeft het gratis weg. Nou, mooie naam ervoor. Maar het hele idee hierachter is natuurlijk dat mensen op een hele laagdrempelige manier kennis met jou en je bedrijf kunnen gaan maken. Je kunt het een beetje zien net als bij daten. Bij daten vraag je eerst iemand op date om iemand te leren kennen. En als je iemand echt geweldig leuk vindt, dan wil je een relatie en ga je later pas misschien trouwen, als je überhaupt wilt trouwen. Maar bij business geldt het hetzelfde. Iemand die kent jou helemaal niet. Misschien komt diegene jou ergens tegen online en denkt, interessant, het kan wel wat voor mij zijn. Maar vaak is de stap te groot om gelijk klant te worden. Dus hoe je die brug kunt slaan is door een gratis weggever aan te bieden. Door ze iets super nuttigs en handigs gratis weg te geven, zodat ze kennis kunnen maken met jou, je kennis, je manier van werken, je aanbod. En op die manier wordt iemand dus warm. Hoe het dus werkt in business is, hè, je gaat van koude leads, heet dat, naar hete leads. Koude leads, koude mensen, die kennen je niet, die moet je nog leren kennen. No, like, trust, voordat ze klant bij je worden. Nou, in dat hele proces met bijvoorbeeld een gratis weggever, kun je dat voor elkaar krijgen. Dan kun je ze van koud naar heet krijgen. En soms denken ze meteen al naar je weggever, hey, deze persoon, hierbij wil ik klant worden, deze persoon kan mij echt gaan helpen. Zo'n gratis weggever alleen werkt niet. Dus stel je voor, je hebt een e-book en je zegt, hey, hier is mijn gratis e-book, veel succes ermee. Dat werkt niet. Dan denken ze, hey, bedankt. Maar je moet mensen eigenlijk aan hun hand meenemen in het proces van, yes, ik wil klant worden. En wat je dus doet, is je hebt je gratis weggever, wat het dan ook is. Dat kan dus van alles zijn, zoals ik al net benoemde. Daarop maak je een hele mail funnel. Jouw klant, potentiële klant, die gaat dus die weggever downloaden. En jij stuurt dan interessante mails erachteraan, waardoor ze nog beter hun problemen inzien, hun verlangens inzien en denken, yes, ik wil klant worden. Dat ze er zin in krijgen en dat ze de noodzaak zien om dus klant bij je te gaan worden. Nou, zo'n mail funnel is nodig omdat dus zo'n weggever in zijn eentje vaak niet genoeg is. Mensen moeten vaker eraan herinnerd worden dat je bestaat überhaupt en dat ze snel met hun probleem aan de slag moeten gaan. En door die mails maak je ze veel bewuster van hun probleem, welke oplossingen er mogelijk zijn, hoe snel ze van hun probleem af kunnen zijn, hoe jij ze daarbij kunt helpen, of zij jou dus een prettig persoon vinden of niet. En dat gebeurt gewoon niet vaak in één keer. Ook weer, net als met daten, je hebt eerst meerdere dates nodig voordat je dus denkt van, yes, dit is wel wat. Naast dat dit een hele fijne manier is om super laagdrempelig contact met je te hebben, want soms denk je van, ja, maar ik geef een gratis sessie weg of een gratis gesprek of whatever. Dat kan ook super handig zijn en super nuttig en zou je ook zeker moeten inzetten. Maar vaak is die stap ook weer iets te groot voor iemand die jou net is tegengekomen. Ik zie ook online vaak staan, hè, als eerste call to action, stuur een DM, klik hier voor je kennismakingsgesprek. Die stap is te groot, dat gaan mensen niet doen. Ze willen eerst, zonder dat jij in hun face bent, willen ze kennis met je maken. En daardoor werkt dus iets wat ze kunnen downloaden gewoon heel erg prettig. Waarom een gratis weggever ook super slim is om in te zetten is, ook al gebruik je online kanalen, bijvoorbeeld een Instagram, een YouTube, een TikTok, wat voor social media platform dan ook je gebruikt,
Het kan zomaar zijn dat je account gehackt wordt. Gebeurt heel vaak bij Instagram bijvoorbeeld. Of dat het social media platform gewoon een beetje ja, niet meer zo'n hype is. Zoals Facebook eerst helemaal hot was, is het nu meer Instagram en TikTok. YouTube is vrij consistent. Maar het kan zomaar zijn dat jouw platform niet meer werkt voor jouw business. Wat altijd goed werkt, is e-mails versturen. E-mails zal altijd blijven bestaan. En je komt dus letterlijk in iemands privé mailbox terecht. Veel meer één op één gericht. En social media is er natuurlijk veel meer op één, jij, op heel veel anderen die kijken gericht. Het is altijd goed om een e-mailbestand te hebben met een heleboel e-mailadressen, zodat je als er ook maar iets wegvalt, je in ieder geval dat nog hebt. Dus dat is eigenlijk nog een reden waarom het super slim is om zo snel mogelijk een gratis weggever in te zetten om daar e-mailadressen mee te verzamelen. Dus ga aan de slag, maak die gratis weggever, of het nou een e-book is, een gratis training, whatever. Een e-book wordt vaak het meest gebruikt, want het is makkelijk om te maken, het is lekker overzichtelijk. Dus dat is een prima start. Dus ga aan de slag hoe je zo'n e-book kunt maken. Als je bij eerdere afleveringen hebt gekeken, dan weet je dat ik mega fan ben van Canva. Canva is ook fantastisch voor e-books. Je vindt een linkje voor Canva ook in deze aflevering. Daar kun je het programma in uitproberen. En echt, een kind kan de was doen. Er zijn allemaal templates voor e-books die je daar kunt maken. Kun je precies zo invullen, zodat jij jouw ideale klanten kunt gaan helpen met die gratis weggever. Voor de e-mails die je daarna kunt gaan sturen, oftewel het e-mail marketing systeem, kun je ActiveCampaign gebruiken. Dat is wel betaald. En dat is de Amerikaanse variant van MailBlue. MailBlue is de Nederlandse variant. Je kan er ook al je statistieken inzien, hoeveel je mails geopend worden, of er op linkjes geklikt worden. Ja, ik vind het gewoon een top systeem. Een linkje daarvan vind je ook in deze aflevering. Ik zou zeggen, heel veel succes. Maak die gratis weggever zo snel mogelijk. En ik hoor ook heel graag natuurlijk wat je van deze aflevering vond. Heb je er wat aan gehad? Heb je straks je gratis weggever af? Laat het me zeker weten. Stuur me een berichtje op Instagram als het zover is. Ik vind het hartstikke leuk om dat te zien. En dat je dus ook echt iets aan deze video hebt gehad. Tot een volgende aflevering.